Hoi allemaal, welkom. Ik ga nu een nieuwe ooglook make-up maken. Laten we beginnen met de oogpotlood van Action. En welke oogpotlood vinden jullie fijn? Laat het maar weten in de reactie hieronder. Ik doe ook niet te veel, want anders wordt het te donker en ik hou niet van donkere ogen. Ik heb donkere ogen, maar ik hou niet van donkere wenkbrauwen. Dan gaan we het even uitblenden, of uitblenden hoe het ook mag heten. Druk er heel zachtjes op, want als je te hard drukt, dan ziet het er niet uit. En dan denk ik dat ik hier te hard heb gedrukt. Of het lijkt nu, ik ga het nu even uit blenden of uitwrijven. Dan een beetje hier omhoog. Je ziet het niet echt. Oh ja. Dan gaan we met de Essence Eyeshadow van mijn Flaars of Eyeshadow Base bedoel ik. Doe ik dat op mijn ooglid bedoel ik? Of oogleden? Dan blend ik het uit met mijn vinger. Ik dep het er trouwens gewoon op, rustig, en dan wrijf ik het een beetje uit. Dan heb ik deze eyeshadow eyeshadow palette ook goed, van W7. Alles wat ik laat zien heb ik zelf gekocht. En dan pak ik een... Kijk hoor. Blending kwast van Morphe bedoel ik. En dan gaan we met deze kleur beginnen. Althans, ik. Kijken of alles goed zit. Ja, dan ga ik deze kant doen. Iets meer. Het poedert wel. Maar dat maakt niet uit. Je ziet het niet echt, maar maakt niet uit. Dan draai ik het cirkels. Dan pak ik mijn W7 kwast. Kijk wat voor kleur ik nu ga doen. Deze kleur. Ga ik dan buiten mijn ooghoeken doen. En een beetje in mijn crease of arcadeboog. Nou, ik pak toch de Kruidvat Pro 13 kwast. Dat is deze. Wacht even hoor. Deze.
Oh, er valt iets. Oh, maakt niet uit. Allemaal met dezelfde kleur erin. Dan dep ik het een beetje erop of aanstippelen. Nou, dan pak ik weer een andere kwast. En dan ga ik proberen uit te blenden. Zelfde kleur weer. Ik denk niet dat je die kleur ziet, hè? Dan blend ik het weer uit. Dezelfde de Morphe kwast. Nee, dan gaan we naar een andere kleur. Deze kleur dan. Breng ik het ook aan het buitenhoek, want dat kleur die zag je niet eens. En die andere kant ook, en dan ga ik het zo meteen even uitblenden. Met mijn crease kwast van Morphe. De volgende, het andere oog bedoel ik. Och, jeetje. Dan ga ik even in cirkels. Tot de helft hier zo. Op mijn ooglid. Bewegende ooglid. Nog een beetje meer van deze kleur hier. Nu ga ik over. Ik ben even een beetje aan het kijken wat ik ga doen voor kleur. Pak ik deze kleur. Die doe ik in het midden van mijn oogleed. Met mijn vinger. Dep het erop. Ik vind het een wel hele fijne make-up als oogschaduw. Blend goed uit ook. Dan pak ik techniek vast om het uit te blenden hierboven een beetje zachtjes. En dan gaan we nu naar glitterlijm van de Ethos. Druppeltje op mijn hand. Dan zet ik het in de ooghoeken van mijn binnenste ooghoeken. Dan dup ik het erop. Met mijn vinger natuurlijk. Dan ga ik over naar de gouden oogschaduw.
Even mijn vingers schoon. Dan druk ik het erop. Dan maak ik weer mijn vingers schoon. Dan pak ik weer dezelfde kleur deze. Maar dan ga ik het proberen met een kwast. Dan pakken we W7 weer. Dan zet ik het even ertussen. Ik zal kijken wat hij met goud doet eigenlijk met de kwast. Andere W7 kwast. Ik denk niet zoveel. Nu weer de glitterlijm. Doe ik op mijn hand. Eén klein druppeltje. Dan pak ik weer mijn vinger. Dan pak ik eerst mijn vingers. Ja, is al schoon. Dan heb ik het erop. Ietsje meer glitterlijm. Dan pak ik weer de gouden. Dan ga ik dezelfde kwast weer gebruiken voor de gouden. Er zit een haartje op. Pluisje. En nu ga ik de W7 kwast weer pakken, dezelfde kleur wat ik in mijn middenste ooglid heb gedaan. Een beetje mengen, zodat het een beetje over elkaar overloopt. Ik hoop dat het mooi is. Hier ook. Dus een beetje uitblenden. Dan pak ik mijn crease brush. Crease kwast. En dan ga ik in deze kleur weer. Probeer ik het helemaal uit te blenden. Dan ga ik even naar links en rechts, van links naar rechts. Ik denk toch dat ik heel mijn oog kan beter goud maken. Vind ik ook wel mooi. Misschien doe ik dat wel. Want ik wil eigenlijk ook geen eyeliner gebruiken. Ik gebruik altijd eyeliner. En dan ga ik het even uitblenden hier tussen. Met de W7 kwast. Nee, ik ga toch voor de gouden oogschaduw, de glitterdingen. Dus een druppeltje hier weer erbij. Ik ga het op mijn hele ooglid doen. Want ik vind het niet zo heel erg mooi zo. Dan ga ik de gouden glitter weer pakken. Dan druk ik het erop. Dan pak ik de grote kwast van W7. Ja, er staat niet op voor wat het is, maar dan druk ik het er een klein beetje zachtjes op. Nu gaan we de andere oog doen. Ik dan bedoel ik.
Nu ga ik de andere oog doen. Pak ik weer mijn vinger. Dan pak ik weer dezelfde kwast en dezelfde kleur weer. Tip ik het heel rustig erop. En dan ga ik nu heel techniek kwast. En dan blend ik die paars een klein beetje zachtjes uit. Dan ga ik dezelfde kleur van die buitenste ooghoeken doen, een klein beetje meer. Dan draai ik het als het ware links en rechts. Cirkels. Wat zeg ik allemaal? Oh mijn god. Om het toch een beetje iets donker te krijgen. Dat die goud een beetje uitspringt. Dan pak ik mijn W7 kwast, die dunne. Dan ga ik het uitblenden proberen hier zo. Dan ga ik het weer uitblenden met het Real Techniek kwastje. Dan ga ik voor de Primark kwast en dan pak ik die lichte. Dan doe ik het onder mijn wenkbrauwen. Dan pak ik deze kleur weer. Wacht hoor. Deze. Dat hij toch een beetje terugkomt hierboven. Dan breng ik het weer uit, heel zachtjes. Ik weet niet of ik nou met een eyeliner moet doen. Maar het komt wel goed. En dan ga ik nu over naar de... Weer de gouden en dan ga ik het in mijn binnenste ooghoek doen. Even kijken, dan pak ik de Morphe oogschaduwkwast en dan pak ik de lichtpaarse hier. Dan doe ik op mijn waterrand. Ik pak dan die donkere kleur, want dan krijg ik ook, dan meng ik het eventjes deze, want je ziet het niet eens. Dan blend ik het uit. Blend ik het uit. Wrijf ik het rustig heen en weer.
komt wel heel veel pigment vanaf hoor. Dan ga ik nu een mascara van Kiko opdoen. Dan ga ik mijn lipjes doen. Dreamgirl van Mawa. Dat is van Snoop. Make-up Academy. Dan zullen we nu mijn lipjes doen. Nou, ik dacht dat een andere kleur beter was. Deze beter was, maar dit is roze. Even weghalen, want dit past niet met paars. Dan een pakje van Rimmel. Dear You 720. Dat is een beetje nude kleur. Ga ik de fallouts afhalen. Ja, ik heb dit van Catrice. Dan haal ik het even eraf. Maar volgens mij is er niet zoveel fallouts. Ja, een beetje glitter op je gezicht. Klein beetje, maar niet veel. Zo. Andere kant. Dan heb ik deze ook nog. Van Catrice, wat ik zei. Primer en care spray. Dan ga ik nu mijn gezicht doen. En dan laat het drogen. Dit is de look. Als je meer video's van mij wilt zien, klik op het belletje en klik op abonneer hieronder. Nou, tot de volgende keer. Doei!